Hey, welkom bij een nieuwe kookvideo. We maken vandaag een kerstgerecht. En het recept hiervoor vond ik een aantal jaar geleden, geloof ik, op de website van der Allerhande. En vorig jaar stond dit gerecht bij mij op de kersttafel als voorgerecht. We maken vandaag coquilles in champagnesaus. Een super feestelijk gerecht, heerlijk als voorgerecht, want het is lekker licht. En voordat ik ga beginnen met het bakken van een aantal ingrediënten, maak ik eerst de champagnesaus. Want die kan namelijk best wel even een beetje pruttelen en warm worden, terwijl we met de andere ingrediënten aan de slag gaan. Voor de champagnesaus heb ik hier alle ingrediënten staan en ik heb hier een steelpannetje op mijn kookplaat staan. Dat pannetje ga ik uiteraard even verwarmen en daarin smelt ik een klontje boter. Als die boter gesmolten is, doen we wat bloem in de pan. En hiervan maken we een roux. En dat is eigenlijk gesmolten boter met gebakken bloem erin. Dit zorgt er straks voor dat de saus die we maken een beetje dik wordt. En dat is wel heel erg fijn voor bij dit gerecht. En wat je wil doen als je die bloem bij de gesmolten boter in de pan hebt gedaan, is een minuutje of twee even meebakken. Zorg ervoor dat hij niet heel bruin wordt, dat hij eigenlijk het liefst niet verkleurt. Maar die 2 minuten bakken zorgt ervoor dat je straks niet meer die rauwe bloemsmaak in de saus hebt. Als die bloem dan even heeft meegebakken, kunnen we vloeibare ingrediënten gaan toevoegen. Ik heb er 3. Die zie je hier allemaal staan. En om te beginnen schenk ik een klein beetje visbouillon als basis voor onze saus in de pan. En dit versterkt straks natuurlijk die smaak van de coquilles. Roer ik even goed door. Zie je? Een heel mooi klontvrij mengsel. En uiteraard het allergrootste deel wat we gaan gebruiken is champagne. Eventueel kun je hier ook prosecco voor gebruiken. Die schenk ik nu in de pan bij de visbouillon. En waarvoor je wil zorgen is dat eigenlijk alle vloeibare ingrediënten die je toevoegt op kamertemperatuur zijn. Dus de champagne was uit de koelkast, visbouillon was een beetje afgekoeld. En de slagroom die we zometeen als allerlaatste gaan toevoegen is ook op kamertemperatuur. Dan roer dit even goed door tot een klontvrij mengsel. En laat het ook gewoon een paar minuutjes even pruttelen, zodat die saus wat dikker kan worden. Maar vergeet echt om niet af en toe even door te roeren. Kijk, het ziet er nu een beetje viezig uit, vind ik. Het is een beetje zo'n vleeskleurig sausje, maar dat maken we zo meteen dus goed door die slagroom toe te voegen. Top, laten we eventjes een paar minuutjes zachtjes onder af en toe doorroeren doorkoken, totdat die saus wat dikker wordt. De saus heeft een paar minuutjes gekookt. Kijk, zoals je ziet, ik weet niet of je het goed op camera kan zien, maar ik doe mijn best. Is die saus ook echt wat dikker geworden. En dat is het moment dat je de slagroom kan toevoegen. Want we willen graag een romig sausje. Dus ik schenk de slagroom in de pan. Roer ik er even goed doorheen. En nu krijgt dan ook die saus echt een mooi licht en aantrekkelijk kleurtje. Kijk. Waar je voor wil zorgen is dat de saus nu niet meer kookt. Maar je wil hem tegen de warmte aanhouden. Zodat die saus straks wel warm is als je hem erbij serveert. Gekookte slagroom is vaak niet een heel goed idee. Dus dek de pan gewoon af met een dekseltje en laat hem op het laagste pitje, kleinste pitje op de laagste stand staan. Terwijl je de rest van je gerecht klaarmaakt. Goed, heel wat pannen op mijn kookplaat om dit gerecht af te maken, maar ik beloof je dat het echt niet zo moeilijk is. We hebben natuurlijk hier al die champagne saus staan, die ben ik weer zachtjes een beetje aan het verwarmen. Heel mooi, lekker dik geworden zoals je ziet, dus dat is top. Ik heb hier een koekenpannetje op de plaat staan en daarin ga ik mijn champignonnetjes aanbakken. Daar ben ik even wat boter in aan het smelten. En ik heb hier een pannetje met hete olie en in dat pannetje met die olie mag de prei, want die ga ik namelijk een klein beetje frituren bijna, zodat die lekker krokant wordt en we dat dus als krokante topping op ons gerecht kunnen gebruiken. In het kleinste pannetje doe ik de plakken champignon. En die bak ik totdat ze zacht zijn en een beetje bruin beginnen te worden. Ze hoeven niet helemaal donkerbruin te zijn. Maar je wil wel dat ze goed gaar zijn natuurlijk en zacht zijn. Oh, het ruikt hier zo lekker naar echt alles gewoon. Champignonnetjes. Ik zet daarvan de plaat even ietsjes zachter. Want zoals ik al zei, die wil je vooral gaar hebben. Maar niet per se helemaal verschrompeld en donkerbruin. En in deze pan is de boter voldoende gesmolten en daarin gaan we de coquilles bakken. De coquilles hebben echt maar heel even nodig, eigenlijk maar 2 minuutjes per pan. Zet het vuur niet al te hoog en je wil ook weer niet dat ze verbranden. En leg de coquilles vervolgens in de hete boter. En als je dit als voorgerecht zou serveren, dan zou ik ongeveer 3
koffie is aanhouden per persoon. Dat is echt meer dan genoeg. Geef niet om af en toe even je prei door te roeren. Maak dit bordje heel even schoon, want dit gaat weer gebruiken om alles in op te dienen. Ik doe nu gewoon alles op één bord, maar zoals ik net al zei, dit is voor meerdere personen. Dus gebruik gewoon meerdere bordjes. Draai de koffie eens omwassen aan de onderkant mooi bruin beginnen te kleuren. En bak ze dan ook aan de andere kant nog even een minuutje of twee en dan zijn ze echt wel goed. Eigenlijk is het maken van de champagnesaus misschien nog het meeste werk. En dat is al zo goed. Dus ik vind dit een heel fijn voorgerecht voor de kerst. Lekker makkelijk, zo op tafel en niet te zwaar. Ondertussen gaat de prei ook goed. Ik denk dat die zelfs wel klaar is. Dus die prei, nu die nog lekker groen is, schep ik uit mijn pannetje met olie. Kokkieën zijn klaar, champignons zijn klaar. Champagne saus is warm, dus we gaan opdienen. Wat ik eerst ga doen, is die kokkieën op een bordje scheppen. En ik doe ze nu dus even allemaal tegelijk. Dan hebben we natuurlijk die plakjes champignon. En die mogen er een beetje tussendoor, overheen, hoe jij het maar wil. Ik probeer met kerst altijd wel net even ietsjes secuurder op te maken dan wat ik normaal doe. Ik vind het namelijk echt wel heel erg leuk om je af en toe flink uit te sloven. Dus vandaar dat ik met iets meer beleid deze champignons nu neerleg. Waar je van me gewend bent. Hadden we nog geen peper en zout gebruikt, dus dat strooi ik nu over het gerecht. Dan hebben we natuurlijk die mooie dikke champagne saus. Heb ik een beetje tussen alle kokkieën door, zodat ze echt een beetje in die champagne saus staan. En tot slot natuurlijk nog de prei. Zorgt ook gelijk voor een beetje groen. En dan zijn onze kokkieën in champagne saus klaar. Ik zal ze hier even van dichtbij laten zien. Heel ander gerecht dan jullie van mij gewend zijn, deze kokkieën in champagne saus. Maar zoals ik al zei, vind ik het zelf met kerst heel erg leuk om net even iets meer uit te sloven en iets meer verfijndere gerechten op tafel te zetten. Dus ik dacht, laat ik er eens even eentje met je delen. Ik had heel graag deze kokkieën willen proeven, maar op het moment dat ik deze video film ben ik nog hartstikke zwanger. En vooral de champagne saus kook niet lang genoeg om echt de alcohol uit de saus te koken. Dus ik wilde het risico niet lopen, dus vandaar dat ik helaas geen hap met jullie kan nemen, maar neem van mij aan. Ik heb dit gerecht natuurlijk vorig jaar al gegeten. Dat het echt heel lekker is. Super geschikt als voorgerecht voor de kerst. Dus ik ben benieuwd of je er iets mee gaat doen. Mocht jij dit gerecht deze kerst op tafel zetten, laat me dat dan even weten. Want dat zou ik super leuk vinden om te zien. Maar mocht je er eerst nog vragen over hebben, stel ze dan uiteraard gerust. En anders zie ik je hopelijk heel gauw weer. Doei doeg!